Goedendag. Mijn naam is Luc Sala en dit is Mystère. Drugs. In deze weken is dat nogal aan de orde, want in New York vindt een VN-conferentie plaats, waar onder andere van Milo is, over de war on drugs. Moet dat meer, moet dat minder? De officiële lezing is dat drugs moeten worden uitgebannen, met alle kracht. Maar er is een tegenstroom die zegt, die war on drugs leidt alleen maar tot meer gevangenen, leidt tot meer ellende. In Amerika 1,6 miljoen mensen in de gevangenis en de meeste daarvoor voor drugs-related. Dat wil zeggen misdaad in verband met drugs of alleen maar het bezit van drugs. We praten met Peter Cohen. Jij bent een van de mensen in Amsterdam die veel onderzoek heeft gedaan naar cocaïne in het verleden. Hoe belangrijk is die conferentie? Ja, die conferentie is eigenlijk een soort zoveelste vaststelling van al die bureaucratieën die bij de Verenigde Naties zorgen voor het drugbeleid, dat het drugbeleid goed is. Je zou kunnen zeggen, het is een soort politbureauvergadering met alle vlaggen uit en parades. Maar langzamerhand... Is het een vergadering ter ondersteuning van het huidige beleid van de Amerikaanse regering om die war on drugs maar op te tuigen? Ja, af en toe gebeurt dat. Dat wordt steeds opnieuw opgetuigd, steeds opnieuw andere manieren. En tot nu toe was er ook niet zoveel animo om daar aan te gaan zitten morrelen, omdat het toch in wezen niks anders is dan een zelfbevestigende symbolische activiteit. Maar op de een of andere manier zijn er op de hele wereld nu organisaties bezig om te proberen het drugbeleid nationaal te veranderen. En dat is nu zo'n enorme groep mensen geworden. Er is dus die wereldwijde coalitie tegen het huidige drugbeleid door ontstaan. En tot mijn verrassing en ook tot mijn blijdschap wordt nu de Verenigde Naties zelf mikpunt van oppositie. Van de vooraanstaande lieden. Ik heb gelezen, 200 mensen hebben een petitie naar de VN gestuurd, waaronder de vorige secretaris-generaal Pérez de Cuellar. Pérez de Cuellar, ja, dat klopt. Ook de Gries van Acht, voor onze oud-minister-president. Nee, dat waren 600 mensen bij elkaar. Nobelprijswinnaars, rechters, senatoren, presidenten, schrijvers. Het laat zien hoe breed de oppositie tegen dit krankzinnige drukbeleid eigenlijk is. En dat is op zich al een heel belangrijk punt ervan om dat te laten zien. En nu wordt dus de Verenigde Naties in zijn hart als het ware bestookt met oppositie die gebaseerd is op argumenten. Want een van de wonderlijkste dingen is natuurlijk dat de Verenigde Naties tot nu toe altijd erin geslaagd zijn om de discussie uit de weg te gaan. Zelfs de vraag, kunnen we nou eens gewoon praten over wat voor plussen en minnen dit beleid nu eigenlijk heeft? Wie heeft er eigenlijk baat bij en wie leidt er schade door? Zelfs zo'n debat hebben de Amerikanen tot nu toe weten te voorkomen. En de druk om die discussie over wat het drugbeleid nou eigenlijk doet, en vast te stellen hoe je daar nou eigenlijk naar moet kijken zelfs, die druk om dat te gaan doen, die wordt nu zwaar opgevoerd. Ik weet niet wat hier nou uit gaat komen, maar het is in ieder geval voor het eerst in de geschiedenis van het internationale drugbeleid dat er zo'n, laten we zeggen, gefocuste actie is op wat je de bron van alle ellende zou kunnen noemen, dat zijn die wereldwijde verdragen die het drugsbeleid vastleggen alsof dat uit steen gebeiteld was. Maar wie zijn dan eigenlijk de krachten erachter? Amerika, dat is duidelijk, maar is ook Frankrijk of voor mijn part China, zijn dat krachten die zeggen dat drugsbeleid moet harder, wij willen die drugs weg uit ons land? Ja. Er zijn... En wat betekent dus jullie in Nederland die wat anders proberen, moeten daarmee mee ophouden? Nou, ik geloof dat voor de meeste landen is iets anders proberen eigenlijk helemaal niet zo erg belangrijk. Dat mag best. Alleen het politieke nut van voortdurend maar roepen dat die drugs uit de wereld moeten, de politieke nuttigheid van dat standpunt, die is buitengewoon breed. Dus zelfs heel verschillende machten, zoals de Amerikanen, als de Russen of de Chinezen, die hebben allemaal baat bij dat standpunt, omdat het hen in staat stelt specifieke politieke krachten uit te oefenen in landen in hun omgevingssfeer. Zoals voor de Verenigde Naties is dat, voor de Verenigde Staten is dat voornamelijk Latijns-Amerika. Voor China is dat die hele rand daaromheen. Het maakt mogelijk het uitoefenen van macht op wijze die heel nuttig is voor die landen. Dus de redenen waarom men zo eensgezind is over drugsbeleid zijn reuze verschillend tussen de landen. Frankrijk is nog niet eens zo'n sterke partij in dit geheel. Zelfs in Frankrijk is de differentiatie in de discussie nu zo groot geworden dat zo'n man als Chirac,
is in wezen alleen komen te staan met een paar van zijn rechtse vrienden. Maar er is nu zoveel aan de gang in Frankrijk, dat zelfs al in de regering zitten mensen die vinden dat het heel anders moet in Frankrijk. Maar jij zegt dus eigenlijk de politieke gronden hiervoor zijn, als we nou maar een gezamenlijke vijand kunnen benoemen, bijvoorbeeld voor Amerika de maffia of wat ze maar noemen, maar de drugs zijn de vijand, dan kunnen we intern en als verdediging van ons buitenlands beleid de zaak op één lijn houden. Ja, dat zo is het. Dus eigenlijk een zwarte piet buiten jezelf zoeken. Ja, het is een hele universele en handige zwarte piet die het onmogelijk maakt om de drugsproblematiek op zich te bekijken en te analyseren. Je zou kunnen zeggen dat de politieke agenda die achter die zogenaamde drugsproblematiek zit, die is zo dominant dat de feitelijke problematiek van de drugs daardoor als het ware uit het focus verschijnt. Focus vind ik een mooie beeldspraak. De achterliggende nuttigheden van dat beleid zijn groter dan de schade die het aan het feitelijke drugsgedoetje doet. En daarom zit er ook zo weinig beweging in. Er zijn natuurlijk een heleboel mensen die intern en nationaal tegen grote oppositie aanlopen. De Spanjaarden, de Italianen, nu de Fransen, de Denen, de Duitsers. Er is bijna geen deelstaat in Duitsland die het Bonner standpunt over drugs nog deelt. Nederland is natuurlijk altijd al een buitenbeentje geweest. In Engeland is er een enorme discussie aan de gang in de richting van legalisering. Dus in al die landen zelf is er heel veel aan de hand. Maar de staatshoofden, de grote bureaucratieën die dit zaakje beheren, die zien er nog steeds een heleboel brood in om het zo te laten. Okay. Peter, nou was er afgelopen zaterdag een grote legalized demonstratie. 6000 mensen, 18 grote auto's. Het leek een beetje op de Love Parade in Berlijn. Toch, een beetje kritisch kijken, zag ik dat de meeste van die auto's opgetuigd waren door smartshops of softdrugscafés uit de hele land die met een aantal jonge meiden naar Amsterdam waren gekomen. Leuk feest vieren, maar van een serieuze groep die tegen het huidige drugsbeleid is, was weinig te merken. Het was niet zo dat de burger zich daar achter stelde. Nee, maar kijk, het was heel gezellig, maar daar bleef het bij. Ja, het was ontzettend gezellig en je moet natuurlijk ook zien wat er aan de hand is. Drugs zijn altijd afgebeeld als dingen die met ellende, met misère te maken hebben. Maar voor een heleboel mensen is dat helemaal niet aan de orde. Drugs gebruik je omdat het gezellig is, of omdat het lekker is, of omdat het leuk is, of omdat het feestelijk is. En dat werd hier eigenlijk uitgebeeld. Het is niet zozeer een abstracte, op hoge politieke formuleringen gebaseerde oppositie. Het is veel meer een from the guts, een culturele oppositie die er nu ontstaat. En dat vind ik een buitengewoon belangrijke aanvulling op al dat gebabbel dat wij intellectuelen en sommige politici nou maar steeds vertonen. Wij kunnen het wel goed vertellen, maar de echte oppositie moet toch gewoon van de mensen zelf komen. En voor de meeste mensen zijn drugs eenvoudig een artikel van feestelijkheid en van plezier geworden. En daarmee laten ze zien dat al dat gedenk en gedoe over drugs als marginalisering, dat achterhaald is. Nou, misschien heb je gelijk, maar we gaan toch maar even kijken naar in de Rode Hoed, waar zondagmiddag een debat plaatsvond met onder andere Jikkie van de Giezen, van die intellectuele denkers die er allemaal mooie woorden voor gaan vinden. Dankjewel, Peter Quinn. Ja, tot je dienst. Voor de gebeurtenissen gisteren.